Het was altijd al mijn hobby. Ik stond ook al in mijn, toen ik heel jong was, in mijn buurt al, al bekend als de striptekenaar. Ik stond altijd strips te tekenen. Ik heb op 17 jaar geleefd, dat heb ik me echt de karwats gegeven over mijn rug, want ik vond het zelf niet meer goed wat ik deed. Het moest veel beter. Een stemmetje in mij zei: het moet beter. Ik kan niet concurreren met. Kuifje bijvoorbeeld. Dat was gewoon mijn, mijn nieuwe uh, criterium. Hè? Ik moest voldoen aan de kwaliteit van Kuifje. Zoiets. Of, of Robbedoes. Met en, lager namen we geen genoegen. Nee, het moest beter. Ik, mo Ik moest mee kunnen doen in de wereld hè, met mijn werk. Donald Duck moet kloppen. De verhoudingen moeten goed zijn. De pose moet goed zijn. Hij moet niet omvallen. Dat kan je het beste... Uh, uh, garanderen dat het allemaal in goede banen geleid wordt door het is voor te schetsen. En blauw heeft dan de eigenschap dat het niet zo opdringerig is. En zo kwam ik met een portfoliootje in Amsterdam terecht tijdens de rellen in 1966 op het Dam met, met, met uh, politie te paard en traangas. En dan liep ik dus dus met mijn, dicht tegen mijn borst gedrukt, mijn portfolio. Terwijl de stenen eraan... heen en weer uh, ja, om je oren gingen. Ja, en naar een reclamebureau, want ik wilde laten zien wat ik kon. Ik wilde misschien, ja, een reclamebureau. Ik dacht, ik, moest een, ik moet naar een reclamebureau om te kijken of ze mij, mijn talenten zien en mij kunnen gebruiken. Op een gegeven moment zei er één, die zei, ja, waarom ga je niet naar een geïllustreerde pers op de Stadhouderskade? Ik zei, huh? huh? Ja, dan geven ze Donald Duck uit en Pep en, uh, en zo. Ik zei, oh god, ja, ja, nooit aan gedacht. Kijk, ik, ben, ik ga niet precies over de, de blauwe lijnen heen. Ik corrigeer nog steeds al tekenende. In 1974 maakte ik kennis met een Amerikaanse art director van de Disney Studios. En die, die kwam af en toe eens naar Europa om te laten kijken wat die Europeanen deden met hun figuurtjes. En ik zat toen al bij Donald Duck, het weekblad. En die vond mijn werk heel goed. En uiteindelijk zei hij in 1977. Kom eens een keertje bij ons op bezoek. Laat ik je zien hoe we werken en zo. Ik heb ook jarenlang altijd de discussie gehad over hoe lang moet Donald Snavel. En dan ben ik daar inderdaad gefetteerd. En ik heb een portfolio, maar ook met in mijn achterhoofd. Ik wil eigenlijk in de tekenfilm. En dat heeft inderdaad deuren geopend. En zo is het gekomen. Mijn deel was storyboarding. Het vertalen van het script op een aangename, entertaining manier in allerlei beelden. Is het dan niet gek dat je heel erg druk bezig bent met iets wat je eigenlijk niet terugziet in? Dat interesseert nog geen bal. Want het gaat erom dat je. Dat je... Kijk, voor een, voor een poosje ben je de baas. He? Jouw ideeën ga je op papier zetten. He? Op van die kleine tekeningetjes. Blokje. He? Een blokje van alle velletjes. En dan begin je achteraan. En dan gaat een nieuw velletje overheen. En dan gaat je volgende tekening. Dan gaat er een nieuw velletje overheen. He? En het schijnt nog een beetje door. Dus je hebt al een sequentie. Van tekeningen die op elkaar volgen. Waardoor het lijkt alsof het al een beetje animeert soms. Zeker met drie à 4 tekeningen per seconde. En dat geluid erachter, muziek en stemmen. Dan heb je al een idee van hoe het gaat worden. En dat is, dat is, dat is energiek, het heeft, het heeft dynamiek. Totaal anders als ik hiermee eentje zit te werken aan iets van mezelf. Nou, dan zijn we er. Dan doe ik dit om het idee te geven dat die. In een ruimte staat. U geldt eigenlijk als een van de beste Disney tekenaars ter wereld. Het is in the eye of the beholder. Help me helemaal niet bij de volgende Disney tekening die ik moet maken. Elke, elke tekening is opnieuw beginnen. Huh? Wat zijn de vereisten om hier een leuke tekening van te maken? Maar het is ook niet zo dat u zegt van ik kan er niks van, toch? Nee, dat, is ook, dat zeg ik ook niet. Stel je voor. Voilà.